Oké, ik ga top, jullie gaan allebei bot. Oké, mijn best. Even kijken, welk spel spelen we? We spelen nu LOL. League of Legends. League of Legends. Aka LOL. Partner. En dit is een strategisch spel, waarbij je wat moet doen? De andere uitschakelen. En hoe doe je dat? Door tactisch te spelen. We moeten dit ding uitschakelen. Oké, dus dat is dat ding daar. Oké. Wacht even in mijn camera. Hup, zo. Beter. Even iets beter doen. Er staan bepaalde turrets in de map. Die moet je kapot maken. En dan zijn er ook nog mensen van een andere team. Andere champs. Doden. Ik denk dat jullie Tarlik en Annie krijgen. Ik heb nog nooit met dit poppetje gespeeld, dus ik moet eventjes helemaal wennen. En dus tot nu ben ik level 1. Spel. Het beste voor die poppetjes is als je het voor het eerst speelt, is recommended items kopen. Ja, dat had ik ook gedaan, ja. Gewoon heb gelijk zwaard gekocht. Sorry, wat was het? Ja, zwaard. Doran's dinges. Doran's Blade. Your basic attack restores 5 health each time they hit an enemy. Wat? Plus 100 health, plus 5 armor, plus 5 health regen per 5 seconden. Waarom krijg ik nou weer Miss Fortune en gaat die andere mid? Dat klopt helemaal niet in het plaatje. Oh, hun Annie gaat in mid. Dat klopt ook helemaal niet. Het gaat een leuk potje worden. Oh, ja. Yep. Nul vandaag gevallen. Oh, wegwezen. Recallen. Hup, terug naar basis. Probeer nou, niet dood te gaan. Teruggaan is geen schande. Dat is soms heel goed voor tactiek. Ik even health restore. Ja, deze groene balkje beneden is mijn health. En blauw is mijn armor. Wat ik volgens mij vrij weinig ga gebruiken, want ik ben attack. Ja, mana gebruik ik überhaupt wel. Nou ja, weinig, zei ik ook. Yay, minions het komen met. Het zijn eigenlijk van power-ups. Mika, op de manier hoe jij het nu doet, kun je eigenlijk gewoon zeggen, meneer, kijk naar deze video, dit is mijn uitleg. Dat was toch de bedoeling? Het schijnt dat het helemaal niet de opdracht uiteindelijk wordt, maar ach, we doen dit voor school. Dat was grappig, gamen voor school. Best school, het is gewoon een fun opdracht. Doe je wapen. Oh, ik ga een dood hier. Nup, dood, wow. Speed. Ik heb serieus pas één minion gekillt. Wat, ik? Ik. Oh, jij. Doe je goed. Wat een B. Wat een B. Oh. Wat? Wat hit me? Waarschijnlijk een minion of een turret. Of mag die niet? Oh. Netjes. Beter. Hey Maurice, je hebt hem. Yep. Ik heb volgens mij kill assist. Ja. Ik ben wel bijna dood. Moet je teruggaan. Toch ook. Oh, ik ben sloot. Hey. Oh shit. Ik moet even 1000 hebben. Even. Wow, en ik gebruik blijkbaar heel veel mana. Oh, ik heb twee van het verleden. Ik ga het niet gebruiken. Ik heb de mijne nog niet eens aangeraakt. Wow. Maar ik krijg ook de hele tijd plus 1.5. Dus ik krijg de hele tijd bij. Ik heb plus 1.8. Aan beide kanten, maar... Oh, bij heel krijg ik plus 2.9. Waarom Graves do be careful? Essential. Je zit op de V te drukken, denk ik. Iemand. Always trouble. Ik kan. Wat? Je zit op V te drukken. Oh, wat doet V dan? Even
Mika het gedaan? Even kijken hoor. Ja, vast wel. Ik ging B drukken met V erbij. V, dat geeft aan dat je er voorzichtig moet voor zijn. Bots reageren daar best wel op. Zeg maar, je V, dat is be careful. En je G, dat is ga hier naartoe. Oh. Oh, op die manier. Oh, dus dat is... Oh. Dat heet pingen. Oftewel, als ik nu zeg... Ik wil deze, wil ik snappen bots en andere spelers. Oh, je wilt dat. Oké, snappen we het. Dan doen we dat. En ik ga hier een beetje dood. Fuck, ik ben dood. Ik ben dood. Gelijk. Doe we goed, even gaan we hier. Ik was door aan het pushen, maar ik ging terug. Dat had ik niet moeten doen. Ik ging ook door pushen toen ik niet moest. Ja, als ik door had gepusht had ik ook nog een kill. Oh, je bent terug trouwens. You don't say. I did. Drinken. Iets terug, Maurice. Wat denk je dat ik kan doen, man? Nee, ik zeg het alleen. An ally has been slain. Fuck, Annie is sterker. Wat gebeurt bij je? Een rare bot. Geen idee wat dit doet. Oh shit. Hoe dan? Hup. Dacht al. Shit, ik moet terug. Let's settle the score. Altijd achter je minions blijven volgens de tutorial. Tutrial. Tutrial, ja. Opsluitig. Oh, wow, wow. Terug, terug, terug. Wow. Oh, leuk. Slowness effect doet 25% minder pijn. Ah, je boots gekocht. Ja. Welke heb je? Oh, leuk. Boots, ja. Swiftness. Oh. Sinds de update heb ik niet helemaal gevolgd wat allemaal de updates zijn. Wat allemaal veranderd is. Onder andere de boots dus. Echt, mijn mana. Ik heb mana nodig. Gaat het snel naar beneden? Ja hoor. Easy partner. Ik ga weer terug. Recall. Ah, ik echt. Snap je nu waarom ik een stille muis heb gekocht, Maurice? Hoezo? Je hoort het helemaal niet. Hoeveel je moet klikken met het spel? Ja, echt. Ik ben dood. Oh mijn god, hou. Zo. Zo. Oh, nice. Ik ging even mid helpen. Want mid ging een beetje slecht. Nu ga ik weer terug naar top. Gelukkig zijn we telkens team blauw. Ik haat het om team paars te zijn. Oh, moet je dan iedere keer de andere kant op gaan? Ja, dus het is exact hetzelfde spel, maar dan omgedraaid. Alleen, technisch is het makkelijker om naar boven te spelen. Vind ik dan. Nee, ik heb het ook altijd naar boven gespeeld, dus voor mij is het, zal het heel raar zijn als ik van boven. Ja, wat zouden we moeten doen, dan is de map omdraaien. Dat doen ze ook. Oh, je bedoelt dat je ook je beeld en alles omdraait. Ja. Ja, maar dat klopt, naar boven speelt. Klopt top en alles niet meer. Het verhaal van dat is top, dit is dit. Oh shit. Ik speel te agressief met een bot. Holy, 3. Top. Wat gaat daar weer? Oh, dat missen jullie iemand? Vast wel. We hebben er eentje hier al. Dat voor Annie. Oh nee, Asje. Bols. Ace. Goed zo, hit die turret maar een paar keer. Oh, wegwezen. Ja. Always
Ah, oh, ik heb bijna kill. Oh shit. Nou, wat ga ik nu kopen? Voor mij hebben de bots best. Weg. Het is maar een Tarlik. Het doet niet veel. Het is niet prettig als met z'n twee achter zich aankomt en één is slangers. Oh, ik zie dat jij het alweer moeilijk hebt. Oh, gaat er wel. Wat doet dat eigenlijk? Da-da-da-da-da. Doodgeslagen. Dat is het idee toch? Ja, ik heb zo'n super ding, daar word ik super sterk van. Een super ding waar je super sterk van wordt. Ah, oké. Okay. Nee, dat mag ja, ook. We weten wat je bedoelt. Heb je het over een item of over een attack? Yeah, oh shit, Ace is hier. Ze zijn wel heel veel aan het raar doen. Dus niks voor bots. Voor mij hebben die ook een update gehad. Nee, ja, eentje hebben we vergoord volgens mij. Ze spelen ineens 10 keer zo goed. Zes S'en, ze doen ineens heel veel meer. Als echte spelers doen ze nu. Oh, ik ben stun, nee! Nee, wegwezen! Nee! Maar dan hebben jullie het nu makkelijk als het goed is, want jullie hebben maar één iemand tegen je. Recall. Als je iemand mist doet, doe je de vee. En dan waar die waarschijnlijk komen straks. Waar je de champions verwacht, waar ze terugkomen. Ik heb toch gewaarschuwd, stomme bot. Ach ja. Wauw. Ik moet mijn poppetje echt sneller maken. Turret down. Beter. Nice. Kom op, snel. Oké, dat moet niet hebben. Moet ook niet. Waar is hij naartoe? Is helemaal gevlucht. Oh shit, turrets. Oh, hier is komen nog mijn minions. Master Yi! Oh, daar kan je ook niet tegen. Goed tegen. Ik ga niet goed. Ik heb nu al 3 kills op mijn naam. Achter ons. Oh, achter ons. Misschien speel ik te agressief. Ach. Weg hier. Ja, voor jou ja. Ook voor jou, je kan niet alleen. Nou, ik wil toch ook harder meestal mee. Ja, maar als je 2 tegenstanders hebt. Was 1 in een toren. Ja, 1 tegen 1 kan nog wel. Aangezien jij mens bent. Oh, ja, dood. Ja, dat was het. Zal ik voor Red? Ja, ik ga voor Red. Dan ben ik weer wat sterker voor dit potje. Er zit trouwens, als je het nog niet had opgevallen, hier zit een dragon. Niet nu pakken hoor. Want die is heel erg sterk. Die kun je met z'n 3 pakken als je op level 15 zit. Denk ik ongeveer. Dood.
Oh, je moet gaan junglen, zie je? Ja, ik ben even aan het junglen. Gewoon puur om het top tijd heeft. Waarom pak ik eigenlijk blue? Ik heb er totaal niks aan. Ach ja. Je hebt kijk, je hebt hierheen en hierheen. Dat is rood en blauw. Rood zit beneden voor ons. Omgedraaid als je paars hebt. Zolang je maar killt, meer boeit. Ja, nice. Ah. Oh, ik ga hier een beetje dood. Ik word gewoon gekild door minions. Hoe is dat dan mogelijk? Minions zijn best sterk hoor. Nee, ik merk het. Recall. Die hergekruis is best wel sterker bij deze. De ult. Ja. Wat ik nodig 605. Bot. Mijn langzame karakter. Je kan boots kopen, dan ga je een stukje sneller. Dat heb ik ook gedaan. Missing top trouwens. Wil ik echt gewoon drie champions boven. Dat hadden we best wel nodig net. Maurice, je bent een beetje dood. Ik ben de weg. Ik ga er naartoe. Je kan beter wachten tot Maurice weer terugkomt. Dat je een beetje ja, team nee, doet. Ja, ik zie het. Want we zijn best wel aan een team fight al. Wat best interessant is, maar... Kom maar aan. Kijk, ik heb het gewoon weer overleefd. 3 versus 11. Ja, 3 kills van ons team tegen 11 van die van hun. Kunnen we nog winnen als we een beetje samenwerken. Maar het is een beetje moeilijk om met bot samen te werken. Dus ik ga mid verdedigen. Je hebt ook Sidewatch in de shop. Sidewatch. Dan kun je je zichtveld wat groter gaan maken. Je kunt ze plaatsen en dan blijven ze voor 3 minuten ongeveer staan. En dan heb je zo lang zicht op hun. Handig voor in de bosjes. Als je de hele tijd champions in de bosjes hebt. En ik dacht, wow, dat ging zeer opeens snel. Beter. Dat was ik. Ik zie het. Ik wil alleen achteraan zitten door een puppy. Normal speed, attack speed, attack speed. Oké, okay. Wat heb ik nodig? Oh shit. Beetje veel in het mid hier. Ik ga even helpen gaan. Nee, als jullie even bot pushen helemaal door. Ik moet terug. Hey, ik kom eraan dus. Jullie wisten de hele tijd af. Ja, tuurlijk. Onze strategie is dat. Om te winnen. Gewoon continu druk leggen. Kom er alweer aan. Best wel een sterk poppetje moet zijn natuurlijk. Oh, gaat zo hinderlijk dat ze er niet aangeven wat ze doen. Ik kan nu helemaal niet samenwerken met die rotmachines. Wow. Vanachter. Vuur, ja, ik heb speed, yes.
Lek. Holy shit, ik zie niet meer wat ik doe. Weg. Ja, nee, ik weet het. Ik probeer eens nog een beetje van me af te houden. Oh, ik heb sowieso geen mana meer over, hup, recall. Zo kan je nog wat extra punten voor. Yay, ik heb boots. What are you playing? Kijk, dat gaat nog veel beter. Oh ja, als je tap doet, dan zie je je tegenstanders en of ze nog dood zijn, als ze rood zijn. En alle kills. De laatste race. Hoeveel minions hebben gekillt? Ik heb 37 minions. Ik 70. Ik sta nu 042. Nou, 0 betekent hoeveel kills je hebt gemaakt. 4, dat is hoeveel keer je dead bent gegaan. En 2 is assist waarschijnlijk. Ja. Ik heb 220. Ja, maar ik heb jou heel erg geholpen, hè. Dus... assist telt voor mij ook als kill. Dat vind ik tenminste, persoonlijk. Nee. Als je assist, wow, dan ben je ik ben dood. Ik ben dood. Oh shit, ja, dat zijn er een aantal. Fu! Dat zijn er te veel. Terug en recallen. Verder terug. Waarschijnlijk gaan ze tower driven. Nee, ze trekken terug. Mooi. Heeft hij nou fijn? Zijn nog bij jou een tip? Ik ga een beetje meer. Ik zit niet meer gebonden aan een lane. Dus jij gaat top en mid? Een beetje, ik wissel. Maar ik heb de hele tijd lag spikes van hier tot Tokio. Ik heb normaal echt nul lag spikes, maar... Wow, bot gaat een beetje verkeerd hier. Komt al hulp aan. Zo te zien. Ik zie het. Oh shit, SS. Eén voor één weghalen. Oh shit, stunt. Ja, suppressed, leuk. Ken je al? Waarom heb ik nog steeds in het spel gedaan? Oké, bot gaat weer beter. Mid inmiddels ook, en top wordt nu gepusht. Ze komen naar jullie toe. Hoe kan ik dat ulti missen? Hoe kan ik dat te gaan? Oh, terug. Ik ben bijna dood. Terug. Heb ik speed? Ja, ik heb speed. En ik heb heal. Ghost. Je krijgt een monkey achter mijn reet aan. Monkey? Ja, dat beertje. De teddybeer. Ja, ik noem monkey. De teddybeer van Annie. Alleen maar omdat een... Oh, het gaat down in mid. Iemand een keertje tegen een kleine crawler zombie monkey zijn. Oh, niet eens. Nice. Maar dat was mid? Ja, dat was mid. Mika, ik loop sneller dan je. Goeie. Uitkijken op bot. Of aanvallen met z'n drieën. Bij aanvallen met z'n drieën. Ah, trouwens, dit is Baron. Dat is een iets sterkere champ. Die kun je beter nog niet doen. Op level 18 misschien met z'n allen. Dan moet je echt het hele team verzamelen en alles. Je krijgt er wel een leuke boost voor in geld en alles. Easy partner. Yes, die wil dan ik upgraden. Oh shit. Oh mid. Nou, top eerder, 3 champs. Oh, toch top? Top zitten er 3. Ik
denk dat we een beetje minus moeten gaan wisselen. Waarom denk ik dat Mars shit over mijn heen doet? Weg daar, weg daar. Weg daar, weg daar. Wat heb ik gedaan? Oh, ik heb mijn ulti gebruikt. Lol. Je ult is iets wat je moet eigenlijk opsparen tot het gevecht. Het maakt een verschil tussen levens en dood. Ik ben dood. Ah, ik ben dood. Ik ben ook dood. Ja, je bent dood. Nou? Nee, je bent dood. Kijk maar. Ja hoor. Oh, hij teleporteerde naar me. Flash heet dat. Leuk hè, van lol. Mensen kunnen teleporteren. Denk eerder dat het een flash is. Aangezien het waarschijnlijk een korte flash, een korte teleportatie was, op korte termijn toch? Vast wel. Oh shit. Ah, armor, magic resist. Tegen alles is een anti, hè? Magic penetration, armor penetration. Magic resist, armor zelf. Oh shit, weglopen, mooi. Eindelijk, ik heb een item. Nu Warmox. Oh, die kan ik ook kopen. Missions are to gain 10% armor, 15 magicka en 10 health regeneration. Hey Mika, als je bij mij in de beurt bent, krijg je health regeneration. Oh, jij, wat heb je gekocht dan? Een shield. Jij bent... Oh ja, die had ik eerst ook. Ik heb nu de upgrade versie daarvan. Dat is mijn armor. Daar gebruik ik hem voor. Ik weet niet wat er in mid aan de hand is, maar ik krijg af en toe lag spikes van hier tot Tokio. Het is echt puur als ik in mid ben. Ik zit ook nooit in mid, dus... Waarschijnlijk laten ze je met rust, aangezien ik hier nu redelijk hard aan het aanvallen ben. Oh, ik zie het. Nice. Ik heb een halve turret down gehaald. Ja, ze gaan terug. Zeg maar, als je in die positie bent, zoals nu de tegenstander is, dan moet je gaan defenden en niet meer gaan aanvallen. Wat doe je? We gaan weer verder. Ik heb 3400 heal. Ik heb maar 1500. Maar ik ben ook tank, hè? Ja, oké. Ik ben gemaakt om al die klappen op te vangen, zodat jullie ze dood kunnen maken. Dat is een beetje het idee wat ik moet doen. Ik moet jullie levend houden, zodat jullie ze dood kunnen maken. Ik ben weg hier. What the... Dat moet ik niet gebruiken. Nee, ik kan mijn ulti bijna niet gebruiken. Weet je. 3, 2, 1. Ulti. Boom. Ah, bijna geen damage. Ik moet wel naar 3000 hebben. Dat ding dat ik wel hebben. Oh, weg. Wat wil je hebben? Infinity Edge? Warrior's Armor. Warmog, denk ik. Oh ja. Ja, Warmog. Dat heb ik ook. Dat is gigantische heal. Ja, dat weet ik. Die wil ik hebben. Ik ga best wel snel om mijn heal heen. Moeten we niet het beter even mid doen? Nee, ja. Oh, oké, ik ga naar mid. Ik ga ook wel naar mid. Ik ga gewoon beneden blijven? Ja.
Zolang ze niet missing zijn, is het goed. Doe maar van die hulp nodig hebt. Je bent er wel alleen, als je dat even in de gaten houdt. Kan ik ze van achteren aanvallen of zijn ze al weg? Oh, uitkijken, ze zijn weg. Ik heb Ace al gevonden, Annie ook. Peekaboo. Nice. Ik had er bijna eentje dood. Ik ga nu ook zelf dood. Devil recaller. Kan ik dat maar nog? Ik ben nu gestunt. Ik ben dood, denk ik. Sowieso. Ik zit tegen twee champs en ik moet wegrennen. Ja. Ik ga weer mid. Oh shit, twee is erop, man. Maurice, als je Warmox wilt, dan bestaat het uit drie onderdelen. Dan kan je alvast één van die drie delen aanschaffen. Shit, ik ben gestunt. Ren. Ja, Garlic kan je stunnen. En die Warwick doet dan de damage. Dat is een beetje de theorie achter die twee samen. Nou, Warmox bestaat uit drie items. Eentje van 1000, 180 en 475. Ik weet het een keer uit mijn hoofd. Nou, maar die staat niet bij mij de... Jawel, als je Warmox aanklikt, dan zie je drie plaatjes eronder. Ja. Als je een van die drie, als je nog geen Warmox kan kopen, kun je een van die drie tussendoor aanschaffen. Want dit hoort in de build van Warmog. Dat is het idee. Die drie die samen maken Warmog. Met een beetje geld erbij. Oké. Shit. 3 mid, dus. Ik ben bot gegaan. Moet ik wel midden helpen? Als je heal hebt. Ja, ik heb heal. Graag. Regeneration heb ik. Oh. Oké, laat hem maar. Gewoon aanvallen, gewoon erin. Dit redden we wel. Heeft is voor mij. Fuck. Mis. Oh, oké. Okay. Wat ik dan überhaupt? An enemy has been slain. Nice. Ah, ik heb 064. Ik heb 452. 330. Gewoon die turret een paar keer hitten totdat ze komen. Ik denk dat we deze wel down krijgen. Hey, jij ook hier. Ben je hartstikke gezellig hoor, maar je hoeft niet te lang te blijven. Oh, ik heb geen mana. Oeh. I got no time. Terug. Recall. Ben veilig? Misschien. Hello. Oh, oké. Wel, ze staat ook niet. Hey, Master Yi, gezellig. Hit Master Yi voornamelijk, dat vind ik het best. Ik ben dood. Oh, ik zie het. Ik zag mijn health niet goed. Ik heb een bot. Oh shit. Ik dacht dat daar al geen turret meer stond. En ik ben gestunt. Chips. Easy partner. Okay. Ik had Ace moeten raken eigenlijk. Ace is bang voor minions. Oh. Oh. Oké, dit is geen. Oké, oh. Huh? Oh, je hebt er bijna eentje dood.
Ja, maar ze komen de hele tijd heel leuk weg. Ja, ik zie het. Ja, en nu komt de... Nu ga ik dood. Omdat die bot helemaal niet doet. Oh shit. Goed zo. Die Warwick is goed geprogrammeerd. Kan wegkomen. Oeh. Master Yi, dat is niet leuk. Een AD carry. Eens kijken of ik hem kan assessen. En ik ben dood. Eindelijk! Kutje. Waar ben je, Mika? Ik ben dood. Als je tap doet, zie je wie de dood is. Nu Mika, Sivana en Masi. I love warmhawks. Ik heb er nu al 2. Maar dat komt gewoon puur omdat ik tank ben, hoor. Als je heel pers nodig hebt. We zullen hier roepen. Ik ga wel hiervoor. Als je links onderin ziet, zie je als het goed is je plaatje van wie je bent. En dan zijn er rechts allemaal getallen. Dat is jullie bovenste 2. Mij is dat Dorn Shield en Boots of Swiftness. Ik had het niet over de items, maar over de getallen. Oh, mij is dat Tag en Ability. Ja, maar wat zijn er voor getallen? 102 en 25. En bij Mika? 233 en 0. Ik word gestunt. Hup, ulti gebruiken. Boom. Kom maar even bot helpen. Hey, ik ben een beetje dood. Wow. Gewoon doorrennen, ik kom eraan. Ja, dood. Als het goed is komen ze nu terug en dan ga ik hun dood maken. Klopt. Nice. Eerst Annie. Hoop ik. Dat zit mooi, dat kan ik nog verder pushen. Kut Annie altijd. Mooi. Nice. I don't care about the turtle. Fuck. Komt Ace weer in beeld, echt. Hoe hinderlijk kan het zijn? Moet ik mid of... Je mag wel gewoon mod doorpushen. Dit hebben we wel gewonnen. Sowieso. En ik kom eraan. Hoe gek van het gejank van Warwick. Het is zijn W denk ik, of zijn E. Oh. Oh wacht, Ace is me aan het aanvallen, ik voel het niet. Nee, want je bent tank, je hebt zo'n 4000 HP of zoiets. 4,5. Ik al. Moet ik je anders healen? Heeft dat nog zin in? Misschien. Heal. Nee. Hier, dit is mijn heal. Tunk, 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 tunk. Zie mijn heal erop komen.
Oh, ik word gehit. Laat ik eens wegrennen. Nee, nu is het. Zou ik weg moeten gaan? Nee, ik heb nog 1000 heal. Oh, echt. Oké. En laat me open wegwezen. Beest. Staan we met een drie hier. Gewoon midden op een pad in plaats van bosjes. Tuurlijk. Even kijken, deze wou ik ook nog. En hoeveel kost het me nog? 900, daar heb ik te weinig voor. Oké, nou. Hier wil je de mana krijgen, mana krijgen. Ik heb als tank 165 attack. Ik kan regenen, als ik bij iemand sta. 20% nu. Even kijken, wat heeft meneer gekocht? Hoe bedoel je regen? Zonder heb ik een regen meer gekregen. Oh, dat is gewoon je überhaupt regen. Dat is elke seconde krijg je een beetje regen. Lol, zie alle champions precies in de lijntje in mid. Oh ja? Ja, quieter dan. Nee, je items om ja, mensen om je heen kunnen sneller aanvallen. Kijk uit voor de pijl. Ga ik dan nog wel eens pijn doen. Ik ga dood. Oh, zij zijn aan het aanvallen. Je bent zij. Eigenlijk. Kijk, nu ga ik iets voelen. Dan ren ik weg. Oh shit, Mr. Yi. Oh shit, ga dood. Met z'n drieën focus op mij. Je bent een tank, jij moet gewoon dood. Dank je. Graag gedaan. Volgens mij gedraag ik me ook wel best als een tank. Ik weet niet, jij bent Nasus. Voor mij kan die ook tank gebuld worden. Garlic. Oh! HP regen per 5. Als je op je groene balk je muis doet, staat er dan? Regenerate? 9.4. Ah. Oh, kijk uit voor de arrow. Mika, helpt het je? Hij krijgt niet meer regenerate. Hij krijgt alleen meer aantaksnelheid. Nee, recall. Met jouw, hoe heet het? Jouw schildje, je 1, 2, 3, 4e item. Daarmee hiel je hem wel. Oh yo. Wat waren 4 op mij? Ze moeten wel, anders gaan ze weg. kijk uit voor mid. Ze zitten daar allemaal. 3, 6, 1. Zal ik dan top gaan? Daar zitten nog turrets. Ik ga wel top. Ik ga top als jullie mid even bezig houden. Houden we wel bezig. Nou, 34 minuten, 6 seconden. Ja. Een potje kan lang duren, zeker deze map. Ja, ik denk niet dat je 34 minuten gaat wachten voordat je eindelijk weer verder mag spelen. Oh, mid pushen we wel erg. Hij gaat wel verder naar achter. Mits is helemaal weg. Mits is helemaal weg als het goed is. Alleen nog de standaard bij turrets. Die van elke lane zitten. Oeh, ik moet naar achteren. Oh, ik ben dood. Mits was shot. Flinke killstreak tegen bots, maar ach. Daar ben ik goed voor. 240 max per seconde. Wat? Your team has destroyed a turret.
Wat is 240 max? Kenning 600, half vuil, storm rage. Hey, je hebt Sidewards gekocht. Je gaat kijken wat de rest doet. Beetje late game, maar ach. Wie? Dat is een ability die ik heb. Graves. Oh, hier ben ik. Oh shit. Zo moet bijna geen schade. An enemy has been slain. An ally. Kill for kill. Enchant boost. Oké, okay, 25 movement speed. Your teleport. Oh shit, komen er twee op mij af. Ik ga voor snelheid. Daar ben ik goed in. What the fuck? Ik heb een beetje OP Mundo gemaakt. Oh shit, er zitten er drie bij mij. Nee. Kamer. Wegwezen, Mika. Gewoon blijven rennen. Gewoon blijven rennen. Ik ben ermee bezig. Naar beneden. In de map. Minimap. Super best. Ah. Dood. Ja. Warwick. Hoe lang moet je wachten? Bijna een minuut lang. Nee, het was een hele minuut en iets langer zelfs. 1 minuut 20 seconden of zo. Dat komt als je hoe sterker je bent, hoe langer je moet wachten. Daarom kun je beter vaak teruggaan dan pushen of doodgaan. Nu gaat de tegenstander een keer pushen. Nou, zo werkt het toch bij LoL. Wij gaan pushen, zij gaan pushen. Wij gaan pushen, wij zij gaan pushen. Push. Beetje poel mag ook hoor, maar... Ik heb nog een item, ik was net bij de shop. Niet. Ik help wel met mid. Netjes. Weet je hoe sterk ik nu ben? Ik geloof je wel. Als ik mijn E aanzet, dan heb ik 300 attack damage. Krijg je dat van elkaar? Mijn E die verdubbelt mijn... wat doet het? Increase mijn damage bij 100. En als ik lower on heal ben, ga ik nog hoger. En aangezien ik nu al 2000 HP mis, noemt hij dat al low on heal. Easy partner. Your team has destroyed an inhibitor. Wie, ik? Ja, oh. Jij. Even, als jij die bovenste pakt, dat rare ding. Die inhibitor. Of niet dood gaat en gewoon snel terugloopt. Ik probeer mijn best. Ik probeer het, ja. Ik bescherm me wel een klein beetje. Nou, ik leid Master Yi wel af. Lol, ik ben sneller dan Master Yi. Oh shit, wegwezen. Wegwezen, ik bescherm je. Nee, ga ik zelf. Weg verder. Oh ja, dat kan ook nog.
5. Oh fuck, Warwick komt eraan, ja. Oh, waarom ben ik stunned? Warwick kan dat doen. Ik heb veel te veel geld. Wat ga ik kopen? Ik ga die fans kopen. Waardoor ben ik dood gegaan? Oh wow, als hij hier sterk. Dus dan ga ik voor armor. Armor, dan ga ik hier ergens kopen. Ability power heb ik niks aan, jongens. Eens kijken. Thornmail. Dat ik die ooit ben vergeten. Voor mij had deze ook nog een keer een anti-Master Yi ding. Ja. Als ik word gerit door Master Yi, dan krijgt hij 30% van zijn damage terug. Dat is niet verkeerd. Lol. Ik word heel snel W en krijg de muis op mijn klikker. Eerst op Warwick, dan pas die dingen weer gaan naar focussen. Warwick vermoord je en zo'n ding niet. Warwick doet bijna geen schade bij mij. Oh, is dat... Warwick, dat is armor. De gast die bij me stond, die doet bijna niks voor mij. Even wegwezen hier, General. Werp me weg. Is Fortune is dood, ja. Ik zag dat ze er aankwamen. Wegwezen dan. Waarom ging je terug? Het leuke is dat je de verkeerde kant op klikt. Dat is heel in de dak. Ja, goed. Maakt niet zoveel uit. Nee, dan heb je even pauze. Kan ik even wachten tot ik 200 heb? 200 wat? Shit, en dan kan ik weer wat nieuws kopen. Nooit fuck in het leger staan. Dat is echt dom van mij. Waarom doe je het dan? Nou, ik probeerde Tarik nog net even te killen vlak voordat hij bij Spawn was. Alleen hij was al bij Spawn. Voordat ik hem kon. Wow! Oké, dat was echt gewoon binnen 1 seconde was ik gewoon dood. Gewoon in één keer. Pof. Dat van wat. Ik moet 70 seconden wachten. Ik heb nu 33 health per seconde. Waarom focussen mij nou weer? Er zijn genoeg minions die hun... Jij moet gewoon doodgaan, dat is het. Ik heb 11 per seconde. Je bent 1/3 van mij. 40 seconden te gaan. Oh, ze kunnen mij nu zien waar ik loop. Oké. Nice. Continu. Door Warwick. Een kut ding is Warwick. Wij winnen volgens mij een klein beetje. Ze kunnen we nog steeds zien. Dat is niet leuk. Ja, maar het duurt wel lang. Ach ja. Het moet hem te maken. Hup, kan ik weer naar het midden gaan? Ik heb er 2000 HP. Hé, hey, kijk, we hebben gewonnen. Win! Zie maar, heb ik regende dan. Victory! Ja. Yeah. Nice.